Ja, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon. Voor jullie vragen waarschijnlijk als punt 1 af, waar is de cam? Nou, dat was een klein probleempje met de cam en ik kan hem dus niet meer, ik kan hem niet opnemen, maar dat zal in de volgende video wel hopelijk terug normaal te zijn. Maar niet uit, met of zonder cam, het gaat natuurlijk om de game. En we gaan in deze aflevering weer verder werken aan dit. Was. Dat is eigenlijk niet echt de bedoeling. Dus laat ik dat maar heel even wit maken met een zwarte bekadering of zo. Het is niet echt mooi in het wit glas. Heel voorzichtig nu gaan wegklikken. Dat ik niks van wat we al hebben samen wegklikken. Het wordt een korte aflevering waarschijnlijk weer, maar maakt niet uit. We bouwen toch wel lekker door de volgende aflevering. En voilà, de glazen wand staat op een klein verdiepje, dus we doen we gewoon weer omhoog. Hoppala. En dan maken we hier, hier kunnen we niet echt een dak opzetten. Op dat stuk waar de aanvang dus nog station doorgaat, aangezien die hier ook weer onmiddellijk draai moet in. Een klein stukje kan dak op, maar dat is dan aan het uiteinde. Ik weet niet, zou die hier überhaupt wel de baan te inschaken? We hebben niet eens even gekeken als ik die baan in de vraag. Ik ga het testen, maar als hij hier aankomt, zet ik hem op pauze. Ik weet niet of hij die baan daar gaat, het is rustig doen nu en hij gaat er dwars doorheen. Hij raakt wel de muur niet, maar hij gaat hier dwars doorheen. Zijn ze ook die onderste muur trouwens? Dat moet helemaal weg. En anders gaat hij er gewoon dwars doorheen. Oké. We moeten er wel niet op zijn, want het mag hier niet open blijven. We moeten niet. Of we moeten hier gewoon heel deze muur gewoon weghalen. Dat is misschien nog het beste. We gewoon onze verwijderstoel pakken, hier alles weghalen. Dan hebben we gewoon de glazen wand die het station beëindigt. En dan kom je hier gewoon naar de buiten uit. Ik vind het niet zo slecht. Die glazen wand kan dan in principe ook nog weg. Maar eigenlijk is dat wel mooi. Dat je zeg maar zo in één keer, als je daar te wachten staat, zo voem, die augmenties voorbij zoeken. Dat lijkt mij eigenlijk wel. Dat is iets wat ik nog nooit heb. Ah, waterval hierbij.
Nou, voor de rest is het station is je klaar. Daar moet alleen nog het dakje op. En hier moet misschien ook wat decoratie bij komen. Dus laat ik mij voorzichtig snel laten zakken naar Station. Pirate Station. Pirate Things was het eigenlijk. Oké. De decoratie die we hier kunnen invinden. Ik weet niet eens zelfs hier decoratie. Volgens mij zit decoratie in het decoratiegedeelte, maar dit zijn dan. Dit is dan het. Het zijn kleine dakjes dit, kijk. Dit zijn heel kleine stukken dak. Is het groter? Nee. Ik moet wel ook kijken voor de hoeken van dit dak. En dan kijken we wel met een. Misschien een houten kleur, maar het moet ook passen bij dit. Misschien wat grijsachtig. Maar hoe kunnen we dan zo'n hoek doen? Want dan blijft zeg maar dit helemaal open ofzo. Hier is een speciaal ding. Is het dit? Ik weet het niet hè. Jawel, winkel. Deze dan. Tot hier. Oh. Maar nu ga ik hem weer terwijl. Zo. Voilà. We gaan dan. Ik heb eigenlijk geen full. Zulke full dak. Groot dak. Ik weet niet. Groot dak, ja. Ik weet het niet. We gaan dan even snel wat erop bouwen. Snel als we. Wat. Wow. Yeah. Maar dus de vraag, El Rio, moet hij blijven of moeten we hem vervangen door iets anders? En zo ja, vervangen door wat dan? Dat wil ik dan ook nog weten. En kijk, we hebben hier nog een hele plek. Hier hebben we nog plaats, hier hebben we nog plaats, hier hebben we nog plaats. En hier achterin hebben we nog plaats. Wat kan daar eventueel nog tussen komen? Het moet wel een beetje binnen het piratenthema blijven, maar dat is thematisatie. Maar gewoon een afzietcoaster en zo. En dan thematiseren we dat. Piratenstijl. Oké, hier komen we weer bij het hoekdak, dus dat doen we dadelijk. Zo. Dit is mooi te worden. Dit is heel erg mooi te worden. Simpel stationnetje, ik ben niet echt de persoon die veel stationnetjes groot uitbouwt zoals Vincent. Dan ons die bouwstation om te zeggen van. Oké, hoe lang ben je daar dan aan bezig geweest? Ik maak gewoon een blok ding. En hij maakt eigenlijk een kasteel van een station. Dat is echt niet te geloven, dames en heren. Ja, het is echt niet te geloven. Want hij bouwt ook. Ik zweer, ja, het zou echt leuk zijn. Moest zijn park in het echt bestaan. Dat leek me zo af. Dat zou echt super zijn. Het staat eigenlijk dit hele sandbox, dus hele zandmarktmodus, die we hier hebben. Heeft hij ook gestart. Bijna helemaal volgebouwd. Dames en heren, ik moet van niet. Maar ik dacht dat ik nog de aflevering ga beëindigen. Ik maak nog sneller hier dit af. Het is een korte aflevering, maar bijna niet veel gebouwd. Ik heb echt niet veel gebouwd. Maar ik ga snel even nog de hoekjes doen. Moet ik even zoeken waar ze weer staan. Oké, we gaan eerst de ene kant van de hoek doen. En dat is... overal hetzelfde natuurlijk. Eerst doen we dit. Zo. Hier. Als. Hier tenslotte nog. Zo. En dan nemen we de andere. Dan nog twee. Moet ik hem draaien. Hier. Hier. En tot slot ook nog hier. Oh, zet er eentje weer. Zo, dames en heren. Nu zet ik er weer eentje neer. Oké. Het station is bijna klaar hier. Er moet nog een plat dak op. Als we dat überhaupt initiaal hebben zitten, I don't know. Anders gaan we nog omhoog moeten bouwen. Maar anders kunnen we deze ook gebruiken, dat klopt. Maar dit was hem, dames en heren, de aflevering van deze keer. We hebben al het begin van het dak erop gegooid. Mijn vraag nogmaals, wat kan er hier?
En ja, hier komt nog wat bebossing en dan hierachter iets. En hier komt er ook bebossing en hierachter iets. Als El Rio tenminste weggaat, als El Rio blijft, gaat dat hier ingekort worden. Dan komt er ook nog bebossing en meerdere dingetjes. Ik sla het spel op. DJ die opnames. En tegen jullie zeggen, volgende week bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon.